Nee, mevrouw Heiting, nee, dat heeft niets met uw nieren te maken. Zeuren, dat mens, zeuren. Waar kom jij ook weer voor? Nou, ik het vannacht... Nee, mevrouw Heiting, ik kan niet voor elk wisselwasje langskomen, nee. Ja, Paul? Nou, ik werd vannacht wakker. Oh, gelukkig. Hè? Nou, gelukkig. Gelukkig, mevrouw Heiting. Ja, ja hoor, dat vind ik ook. Wat is die aansteker nou? Nee, 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 dat was niet tegen u, mevrouw Heiting. Hoewel ik graag de kachel met ons al aansteek. Ja, voor het eerst van mijn leven. Ja, dag mevrouw Heiting. Goed, Paul praat gewoon door, ik luister. Betty, wil je even nieuwe sigaretten kopen? En als mevrouw Heiting belt, dan loop ik visite. Paul. Ja, nou, ik zeg, ik had dus nog nooit eerder meegemaakt. Nee, nee. Betty, dan moet er een herhaalreceptje komen. Ga door, Paul, voor dat kind van... Ik kreeg nog wel last van, forse hartklopping. Hoe heet die moeder van dat kind ook alweer? Ik was behoorlijk bang om... Emmer of tremmer, ja. Zoiets, Betty. Om dood te gaan, ja. Maar dan serieus. Ja, zoek dat dan zelf even op. Goed. Goed. Paul, als de klachten zich herhalen, kom dan gerust nog even langs. Ja. Ja, dankjewel. Een stuk beter. Even een briefje schrijven voor school. Die gek van een rector die gaat ervan uit dat ik elke dag 8 uur op school zit. Terwijl testen uitwijzen dat ik hoogbegaafd ben. Lijkt me een uurtje of twee wel de limiet. Sommige mensen noemen dit heel gezellig. Ik persoonlijk vind dit een grote troep. En waarom slingert dat ding hier rond? Dat ding heet Thomas, een slingert niet rond, maar zit. Ik heb het hier over lummel. Waarom ruimt er nou nooit eens iemand iets op? Waarom is er niet gekookt? En waarom zijn Inge en haar vriend altijd op bezoek in mijn huis? Paul, Roel en Inge zijn gewoon bij mij op bezoek. Ja, maar toen ik nog met Inge was getrouwd, kwam je bij ons op bezoek. Dat klopt, dat hoort, dat is normaal, dat is de natuur. Waarom luistert er nou nooit eens iemand naar mij? Ik kan net zo goed dood zijn. Zo ken ik Paul niet. Nee. Nou, hij is wel zo'n redelijke narrig. Het is tenslotte een man. Maar dit is wat anders. Ergens had hij ook weer gelijk, Sophie. Jij zou koken. Ben ik mee bezig? Hier, het nummer van de pizzalijn. Het enige wat Paul hoeft te doen is op te bellen, de deur open te doen en te betalen. En het is ook wel een troep in huis. Ja, nou wordt hij helemaal mooi. Nou heb ik het gedaan. Ik ben bezig met een werkster. En trouwens, waar bemoei jij je mee? Roel, we gaan. Ja, ik weet wel wat het probleem is, hoor. Bij Paul dan? Als jij dan zo'n lange vrouw in huis wil zijn, dan moet je er ook wel iets beter voor zorgen, vind ik. Zo, en waarom vind je dat dan wel? Lijkt me niet zo moeilijk. Thomas? Inge heeft hier het langst gewoond, dus zij heeft het meeste recht van spreken. Oma jongen, als tijd het criterium is, dan woon jij hier het kortst. En dat geeft jou alleen maar het recht om je mond te houden. Thomas bedoelt het niet zo. Jawel. Thomas is een beetje moe. Helemaal niet. Ja, en daarom gaat Thomas nu mee naar boven. Gezellig. Het slechte humeur van Paul schijnt nogal besmettelijk te zijn. Thomas is natuurlijk een onbeschaafde lummel. Precies. Maar hij heeft wel gelijk. Ga je mee, Roel? Weet je wat nou zo jammer van jou is, Inge? Dat je niet het karakter hebt geërfd van je vader. Die man was door en door goed. Gut, mam, wiens karakter heb ik dan geërfd? Ineens heeft iedereen ruzie. Terwijl het probleem van Paul heel simpel is. Zo op te lossen. Het is niet waar. Ja, de man is te lang alleen. Zonder vrouw bedoel ik. Ja hoor, we zijn er weer. Seks. 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 Hij moet gewoon weer eens van Bill.
Nou, als jij nog een keer van Beel wil, dan moet je nou zo'n sodomieter maken dat je meekomt. That's all, folks. Ja, nee. Ja, nee. Dat probeer ik je nou een half uurtje duidelijk te maken, Harry. Nee, wat? Nou, ik even. Normale mensen zitten op zaterdag niet op kantoor. Nee. Nee, de zaterdag wordt sinds kort bij het weekend. Ja. Wat? Nee. Slechte verbinding. Ruis. Volgens mij is die op. Of nee, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik had net het laatste beetje. Oh. Zou ik dan even een nieuw kopje koffie zetten? Nou. Een bammetje erbij. Lekker eitje bakken. Zeg, jongeman, heb jij misschien nog wat geld nodig? Wie denk jij nou wel dat ik ben? Gekke Gerritje of zo? Jij vreet hier mijn ijskast leeg. Jij zuigt mijn koffie op. Jij gaat nu mijn huis uit. Nu, nu, nu. Wat is hier aan de hand? Deze leeghoofdige niksnut, deze parasitaire uitvreter die nog te belazerd is om voor mij één kopje koffie over te laten, gaat nu mijn huis uit. Oh ja? Ja. Oh ja? Ja. Laat maar, Gwen. Ik ga al. Waait deze bij je over of blijft die hangen? Ik denk dat het beter is als je een tijdje buiten zicht blijft. Ja, ik kan echt niet terug naar mijn ouders hoor, die zien me aankomen. Dan ga je in het tuinhuis, kom ik je af en toe wel eten brengen. Ik heb altijd al een artis willen werken. Hé, hey, kleine jokteljongen. Lekker, moet ik vaker doen. Wat? Mensen in mijn huis uitschoppen. Hè? Ja, Thomas, ik had er zo genoeg van. Hij vloog zo mijn huis uit. Het geldt ook voor mij. Ja, zeker. Ik wacht met smart op mijn volgende slechte bui. Dan vlieg jij eruit. Ik bedoel dat ik er ook genoeg van heb. Ik zou naar mijn zuster in Assen voor het weekend. Belt ze op dat een man ziek is. Nou, goed. Zo hard. Ja. Krijgen al die opgefokte managers van tegen de 50? Ja, ja. Tegen de 50? Stress, alleen maar stress. Dan voelen ze hun hart. Ja, dat zal toch wel overgaan, toch? Precies. Ga dan wel naar Assen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even langs. Ja, nou, lijkt mij reuze gezellig, Roel. Want ik weet al wat jouw probleem is, hoor. Oh, heb ik een probleem dan? Ja, heeft Sinterklaas een baard? Wat? Nee, dat is om uit te leggen dat als iets waar is, dat het gewoon dus waar is, omdat het waar is vandaan. Waar heb jij het over, gek? Je loopt de hele dag te grauwen en te snauwen. Je hebt het nergens naar je zin. En jij wou beweren dat je geen probleem hebt? Ja. Jij wil je gewoon weer bewijzen op de vleesmarkt. Luister, Roel, ik heb een hele zware week gehad en ik zou... Ja, je hebt 17 jaar met een geweldig wijf als Inge samengewoond. Geweldig wijf. Nou, die loopt bij je weg. Ga je toch twijfelen aan jezelf? Als man? Nou... Jawel. Jawel. Ja, je wordt toch ook een dagje ouder? Als je naar zo'n jong dingetje lacht, dan kijken ze jou al alsof je een oude viezerik bent. Nou, dan ga je toch nadenken, lig ik nog wel in de markt of... Ben ik gewoon een oude lul? Hallo. Ja, is het boek uit? Dat was hem. Over en sluiten maar. Tuurt, einde bericht. Ja, zeg, nou kan je dan weer. Nou, van die onzekerheid ga je schreeuwen. Word je chagrijnig. Voilà. Ik weet het niet. Ja, maar ik wel. Ik ga je helpen ook. Ik heb een afspraakje voor je geregeld. Afspraakje? Wereldvrouw. In de 30. Ziet er prima uit. Net weduwe geworden. En hij behoeft aan een verzetje. Hey. Nee, vertrouw me nou maar. Ik heb van de week hartstikke leuk met hem zitten kleppen. Echt, helemaal jouw type. Ik wil het niet. Nee. Maar het moet toch. Ja, hè? Luister, Roel. Het hoeft niet. Ja, ik heb dat afspraakje al gemaakt. En dat telefoonnummer... ben ik vergeten. Ik moet hier weg. Hi, Lisette. Hi, met Paul. Is Harry er ook? Want ik wou even gaan biljarten of tennissen. Kantoor? Ja,
Ja, natuurlijk. Op kantoor. Ik had hem vanochtend nog aan. Ja, ik kan natuurlijk ook naar kantoor toe gaan. Dag, Lisette. Paul, doe je even open. Oké. Dan maar gelijk de bel erin. Hallo, ik heb hier een afspraak. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Vandaar dus. Wat? Dat ik hier ben dus. En wat was u zo al van plan te gaan doen dan? Gewoon kloppen, vegen, zuigen. Daar komt het toch altijd op neer. En één keer per week een flinke beurt. Paul, heb je al open gedaan? Ik verwacht een nieuwe werkster. Komt ze verder. U bent Jannie? Ja. Zal ik meteen het huis even laten zien? Ja. Hier is de keuken. Ja. Ik wilde net aanbellen. Zal ik de deur maar even dicht doen dan? Oh nee, wat mij betreft slaan we die fase over. Ik heb aangebeld, u heeft open gedaan. Ja, wacht even hoor, voordat we verder gaan met het toneelstukje. U belde aan, ik deed open, maar u kwam niet voor de advertentie werkster gevraagd? Nee, maar u bent Paul van Dongen, een goede vriend van Roel. Ja, dat eerste dat klopt. De tweede kunnen we heel lang over discussiëren. Zullen we dat dan maar even binnen doen? Ja, we hadden natuurlijk ergens kunnen afspreken, maar volgens Roel was je dan niet gekomen. Ja. Die is Roel. Dus ik dacht gewoon, Diaan, jij trekt gewoon de stoute schoenen aan. Het slaat misschien helemaal nergens op. Maar het ruimt wel. Maar wat ik zo van je hoorde van Roel, leek je me gewoon... Je leek me gewoon een hele geschikte vent. Nou, jij lijkt me ook een hele geschikte peer. Ja, op zoiets. In ieder geval wel geschikt. Nou, zo is het dus gekomen. Goh, Diana. Diana, mooi naam. Ik wilde dus eerst niet, hè? Niet dat je denkt dat ik zielig ben of zo. Jij bent ook niet zielig. Hè? Had ik al gevraagd of jij het wilde drinken? Nee, had ik nog niet gevraagd. Diana, wil jij iets drinken? Jeetje, kat, wat heb je hier? Lijkt wel een hele oude puber. Knen, als het je niet bevalt, ga je maar even op je kamer zitten. Oh, graag. Want ik zie je liever chagrijnig dan dit slijmerige gedoe. En laat je die rommel liggen voor je vader? Pardon? Nou, je zou toch even kunnen helpen opruimen? Waar bemoei je mee, mens? Gwen, niet zo brutaal en Diana heeft wel gelijk. Oh ja? En wie maakt er in huis dan de meeste troep? Thomas, maar die heb ik het huis uitgesodemieterd. En daarna jij, hoor. Toevallig. Ja, maar nou ga je te ver. Jongens. En dit is de huiskamer. Wat een teringzooi. Stoor ik? Ja, jij altijd. Ik heb het geloof ik wel gezien. Dag, Jenny. Ja, dag. 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 Dag, dag. Sorry hoor, van daarnet, van Gwen. Ach, ik begrijp het wel. Ja. Dochters op die leeftijd, die hebben het niet gemakkelijk. En ja, ik ken dat nog wel van mezelf. En misschien heb ik de boel ook wel een beetje overvallen. Nou, dan moeten we vanavond samen eten. Rustig eten. Leuk. Waar? Hier. Ik ook. Ja. Zo'n restaurant, onrustig. Al die mensen zitten maar op je lip. Oh, jij kookt. Ja, spaghetti carbonara. Dat is mijn specialiteit. Spaghetti carbonara. Ja, succesverzekerd. Dat kon mijn man ook zo lekker klaarmaken. Tot vanavond. Ja, tot vanavond. Roel. Ik krijg bijna mijn pik niet uit. Maar je had wel gelijk deze keer. Oeh, wat een wereldwijf. Niet te geloven, hij stond gewoon te kwijlen als een kind in een snoepwinkel. Paul, nou dat had ik nou niet gedacht. Behoorlijk gênant hoor, als je vader is. Ik had nooit gedacht dat hij na mij nog aan de vrouw zou komen. Nou zeg, hij heeft toch geen bochel? Nee, maar hij heeft er het talent niet voor. Hij heeft jou toch ook versierd? Ja, nou dat wilde hij wel, want ik zag er heel goed uit hoor, toen ik jouw leeftijd had. Je mag er nog wezen, hoor, man. Dank je. En ik vond hem ook wel leuk, interessant. Joh, ik stond er helemaal voor open, maar... Er kwam steeds iets tussen bij je vader, hè? Misschien ineens wat gaan inschenken of water opzetten... voor die eeuwige spaghetti carbonara van hem. Nou ja, zo kwam er van het versieren bar weinig. Dus toen heb ik hem maar omver geduwd en 9 maanden later kwam jij. Nou, nee, het is sinds jouw vertrek behoorlijk bijgeleerd... want ik kon maar met moeite zijn broek dicht houden. Gaat Gwen. En dan samen met dat mens tegen mij. Ja, je vader moet gewoon een tijdje op zichzelf wonen, hè? Roel heeft gelijk. Je vader is op een leeftijd gekomen dat hij zich nog 1 keer moet bewijzen. Dat is typisch, mannen. Ja, begrijp ik wel, maar dat doet hij dan maar mooi zonder mij. Gwen, hey. Gwen.
Ik vind het hartstikke leuk dat je een tijdje bij mij komt wonen. Hè? Dat is ook goed voor ons. Ga jij maar vast. Ik moet nog even een briefje schrijven om te zeggen dat ik weg ben. Oh, ja, oké. Anders raakt hij weer in paniek. Die stomme ouwe. Lekker gedoucht. Ja, nou, ik betaal je gas, licht en water. Als je je slechte humeur probeert weg te poetsen, mag je dan nog wel een half uur onder gaan staan. Over de poetsen gesproken, is er nog wat geworden met die Jenny? Lijkt me heel competent. Maar ik heb gezegd dat jij de financiële afhandeling doet. Financiële afhandeling? Wie neemt ze mee? De manager of zo? Ze komt op donderdag. Ja, donderdag is mijn thuiswerkdag. Precies. Is dat allemaal voor haar? Dit? Nee. Lam pour lam. Het zou mij heel goed uitkomen als jij vanavond eens iets leuks voor jezelf ging doen. Heel ver weg. Vanavond is het huis voor mij. Dat laat je ook wel heel duidelijk merken. En niet alleen vanavond. Hier, brief van je dochter. Lieve pap. Of eigenlijk helemaal geen lieve pap. Ontzettend stomme botte rot pap. Ik begrijp best wel dat je het moeilijk hebt en dat je even alleen wilt zijn. En dat je mij kunt missen als kiespijn. Ik ga een tijdje bij mama wonen om jou de gelegenheid te geven om... Nou ja, dat zoek je dan zelf maar uit. Dus maak je geen zorgen om mij, dan maak ik me wel zorgen om jou. Oh ja, dikke kus, Gwen. Stettende, stomme botte rotpap. Die wijkt niet voor chantage. Lenny. Ik denk gewoon even gezellig in de keuken. Een beetje koken, een beetje kletsen. Een beetje slempen, een beetje witte wijn drinken gaan zitten. Wil jij wat drinken? Ik heb hier witte wijn koud staan. Maar als jij zegt nee, ik wil iets anders drinken, kan dat natuurlijk ook. Eens even kijken. Te krabbelen. Te krabbelen, dat hebben we hier. Krabbelen, krabbelen, krabbelen. Lekker. Nou, of vind je dat ik veel klets? Je bent een beetje hyper, maar wel vrolijk. Nou, je bent de eerste die dat zegt in dagen. Ach, hoezo? Ja, dat wil je niet weten. Cheers. Oké, jij hoeft mij niets te zeggen wat je me niet wilt vertellen. Proost. Nou, dat is geen geheim of zo. Maar, Oké. Okay. Ja, ik was gewoon een beetje chagrijnig de laatste dagen. Oké. Zo. Zeg... Hou jij wel van spaghetti carbonara? Ik vind het heerlijk als er voor me wordt gekookt. Ik ook. Mooi. Zeg het nou maar. Wat? Ja, je zit ermee, ik zie het. Nou ja. Ik werd van de week wakker, 's nachts. En toen kreeg ik last van nogal forse hartkloppingen. Ik dacht heel even... Toen dacht je even dat je doodging. Ja. Ja. En dan raak je een beetje in paniek. En daar wil je niet over praten en dan word je chagrijnig. Ja, precies. Ja, op dat soort momenten weet je even niet meer wie je bent. Nee. Ja, het is net of er heel iemand anders onder je huid kruipt. Ja? God, Diana, dat is wel wonderlijk, zeg. Jij komt mijn leven binnenlopen en jij begrijpt mij. Dickie had het ook. Dickie? Ja, mijn man. Net zo oud als jij. Hartkloppingen, paniek, angst voor de dood. Ja, en Dickie is daar ook aan dood gegaan. Ja, het is de gevaarlijke leeftijd, hè? Maar dat hoeft niets te betekenen, hoor. Maar ja, zo'n spaghetti carbonara werkt dan ook niet echt mee, hè? Het is gewoon een cholesterolbom. Trouwens, je kunt er iets aan doen, hè? Als Dickie dan weer zo'n angstaanval had, dan pakte hij een spiegeltje. Daar keek hij in. Dan sprak hij zichzelf bemoedigend toe. En dan wist hij weer wie hij was. Spiegeltje? Ja, dat werkte erg goed. Ja, voor Dickie dan, hè? Ja, tot hij dood ging dus. Ja, Dickie heeft natuurlijk gewoon pech gehad. Bij de meeste mannen gaat het gewoon weer over. Dus je hoeft je helemaal nergens zorgen om te maken. Oh, zeg, jij maak je toch geen zorgen, hè? Nee, dat is helemaal niet goed voor jou.
Nee, meteen toen ik jou zag, toen wist ik het al. Dit is nou een leuke man. En ik ben nou een hele leuke vrouw. Ja, zou ik anders eerst even water opzetten voor de spaghetti? Zullen wij wat later spaghetti eten? Nou, heb jij helemaal geen trek dan? Reken maar, sinds dik heb ik geen echte kerel meer gehad. Gadverderrie, ik bedoel sorry. Geeft helemaal niks, geeft helemaal niks. Ik kom alleen wat water halen. Ja. Zit je goed? Het is kinderbedtijd. Ik zeg het je maar meteen. Van mij zul je geen last meer hebben. Ik ga naar mijn zuster in Assen. De man is vannacht slecht komen te liggen. Had jij geen last van, hè? Was het wat? Aan het kabaal te horen wel. Jongen, jongen, jongen. En dat op jouw leeftijd. Misschien moet je eens wat vaker oefenen. Oh, lievertje. Oh, lievertje. Hè, dat geeft toch allemaal niks. Dat gebeurt wel vaker, hè, bij wat oudere mannen. Dat is toch ook heel gezellig? Ik ben naar Assen. Koffie? Ah, nee, dat zou ik nou niet doen. Nee, hoor, zeker niet als je al last hebt van je hart. Dikkie kon er op het laatst helemaal niet meer tegen. Heerlijk. Ja, ik bel even op om te zeggen dat ik vandaag niet op mijn werk kom. Weet ik niet. Weet ik niet. Waarschijnlijk nooit meer. Oh ja, liever geen bloemen. Oh. Ik begrijp dat je ietsiepietsie teleurgesteld bent, hè? Maar Paul, ik heb een heerlijke, fijne, leuke avond gehad. En ik zal jou nooit, nooit, nooit vergeten. Maar je begrijpt dat dit niet kan duren. Ik kan niet het risico lopen dat ik binnenkort weer weduwe word. Oh, dag, lieve Paul. Ja, ik dacht ik ga maar eens langs, want door die drukte van de week heb ik je toch niet helemaal begrepen. Jongen, 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 wat zie jij eruit? Het lijkt wel of je van het dak bent gevallen. Hé, hoe kom je daar nou bij? Ik ben van 3 hoog achter van het balkon gesprongen. Toen heb jij iedereen het huis uitgeschopt om je vervolgens uit te leveren aan de eerste de beste. Jij bent toch ook wel een enorm... Nou, nee hoor, zelfs dat lukt er niet. Ja, je twijfelt even aan jezelf, maar kom op. Het overkomt iedereen van tijd tot tijd. Het heeft niks met leeftijd te maken of ouderdom. Wij zijn helemaal niet meer die supermannen van vroeger. Ja, maar Leo, mijn hart. Nee, hyperventilatie, vriend. Probeer eerst maar eens goed en diep adem te halen, gaat het vanzelf over. En dan dat spiegeltje. Ja, dat spiegeltje. Ja. Nou, met jou was helemaal niks aan de hand. Ja, dankjewel, Leo. Lieve pap. Of eigenlijk helemaal geen lieve pap. Het spijt me heel erg en je zult het wel niet leuk vinden, maar met mama en die lul van een roel is het onmogelijk om in één huis te wonen. Zo'n roel die ik dan nodig vind om mijn papi te gaan spelen. Alsof ik een papi nodig heb. Ik heb er al één en dat is me zorg genoeg. Ja, zorg jij maar goed voor je papi. En laat de rest me stikken. Thomas. Helemaal vergeten. Jezus, Thomas, je bent niet de enige op de wereld. Dat heb ik gemerkt. Dat hebben we helemaal vergeten. Ik zit al dagen in dat huisje. Wist ik veel dat jij het serieus zou nemen? Ja. Het spijt me heel erg en je zult het wel niet leuk vinden. Maar met mijn zuster en die lul van een zwager kan ik onmogelijk samenwonen. Die man die het zogenaamd als een hart heeft. Allemaal midlife onzin. En mijn zuster maar klagen. En hij maar zeuren. Zeuren. God, wat kunnen sommige mannen zeuren.
Ja, ze heeft wel gelijk. Ik zeur niet. Jij zeurt. Do.